أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه نخين كرمت فيلف ده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه باواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة لا حد لها ولا منتهى سلام و سلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله سلام و سلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رحمة للعالمين سلام و سلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا محمد الرسول الله واجب الاحترام علماء کرام بستان ویزخن حجاج کرام لیف کندرن زسترس مدرس السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ایک بن اللہ تبارک و تعالی دنگ بار اللہ سبحانہ و تعالی اونس توفیق این دے موغلکہیت ہیف گگیفن ام ان زون رین محفل ان زون موی محفل انویزغ تہ زین موغ اللہ تبارک تعالی اونس انویزغیت اس ان ہوف انشاءاللہ تبارک تعالی اکسپٹیرن En mogen Allah, tabarak wa ta'ala, door middel van onze aanwezigheid en met de sadaqa van onze heilige profeet, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, onze harten doen verlichten, inshallah. Beste mensen, de ayat karima die ik heb gereciteerd, is tevens ook de hamd van Allah, tabarak wa ta'ala. Is de hamd van Allah, tabarak wa ta'ala. En tevens ook de naad van Rasool Akram sallallahu alayhi wa sallam. Namelijk, Allah subhanahu wa ta'ala vermeldt in de Heilige Koran dat Rasool Akram sallallahu alayhi wa sallam, hij is de eerste. De eerste is huwal awwal, hij is de eerste. Als we kijken naar de hadith van Nabi Paak sallallahu alayhi wa sallam, dan zegt de heilige profeet, vrede en zegeningen zijn met hem, awwalu ma khalaq Allahu nuri. Het eerste wat Allah tabaraka wa ta'ala heeft gemaakt. Toen Allah tabaraka wa ta'ala iets ging maken, toen Allah tabaraka wa ta'ala het eerste ging creëren, het eerste ging maken, is de heilige profeet Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam als eerste zijn noer is gemaakt, alhamdulillah. Daarnaast heeft Allah tabarak ta'ala Adam alayhi salam gemaakt. Maar Rasool Akram sallallahu alayhi wa sallam vermeldt in de heilige hadith, dat hij vermeldt, dat hij was al profeet voordat Adam alayhi salam helemaal gemaakt werd, was Rasool Akram sallallahu alaihi wasallam, was hij al een profeet, alhamdulillah. Hij is als eerste. Ik zal snel door de ayat-i karima heen gaan, dat we nog, alhamdulillah, veel sprekers hebben. En omdat ik ook een andere jalsa moet bijwonen. Beste mensen, Rasool Akram sallallahu alaihi wasallam is de eerste schepping van Allah, tabarak wa ta'ala. Zijn noer is de eerste schepping van Allah, tabarak wa ta'ala. Maar ik zal u zeggen,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زو بخنستخت زو خزیخن در اللہ تبارک و تعالی دت اوک اب دخ دس اور دیلز als de oordeel zal vallen over de gelovigen dat zij het paradijs mogen betreden, dan zullen mensen het paradijs betreden. Maar weet, beste mensen, de eerste die de deuren van het paradijs zal openen, de eerste die het paradijs binnen zal betreden, is niemand anders dan Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En met de karam van Rasool Akram sallallahu alayhi wa sallam zullen de ummati van Rasool Akram sallallahu alayhi wa sallam, elke profeet heeft zijn ummati gehad, maar ze zullen allemaal aan het wachten zijn. Zolang de ummati van Rasool Akram sallallahu alayhi wa sallam het paradijs nog niet binnen is getreden, alhamdulillah, dan kunnen de anderen het paradijs nog niet binnen betreden, beste mensen, de gunst van Allah tabarak wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala is geliefde profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is de eerste. En dan wil ik één hadith aanhalen over hoe moeten wij hiermee omgaan. Wat moeten wij voor onszelf als boodschap meenemen? Hadrat Anas bin Malik radiyallahu anhu vermeldt, Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam vermeldt, qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayh min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Ook kama qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, beste mensen, we hebben ouders. Liefde voor je vader is liefde voor je vader. Liefde voor je moeder is liefde voor je moeder. Liefde voor je pir o murshid is liefde voor je pir o murshid. Liefde voor je leraar is liefde voor je leraar. Liefde voor je kinderen op zijn plek. Maar beste mensen, boven de liefde van een moeder, boven de liefde voor een vader, boven de liefde voor een pir o murshid, boven de liefde voor een leraar, boven de liefde van de awliya ikram van Allah tabarak wa ta'ala, boven de liefde van alle scheppingen van Allah tabarak wa ta'ala, moet de liefde zijn van Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Anders zijn we op dat moment zijn we nog geen gelovigen, beste mensen. En hoe gaan we ons proberen te trachten? Hoe gaan we het proberen om onze liefde te uiten? Door middel van het volgen van de sunnat van Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam. Het volgen, de ishq en muhabbat te uiten, beste mensen. Hoewel awwalu laten wij in dua doen aan Allah tabarak wa ta'ala. Dat Allah subhanahu wa ta'ala ons altijd de liefde van Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam waarlijk, niet alleen met zuban, maar waarlijk boven elke schepping de liefde van Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam mag schenken, inshallah tabarak ta'ala. En wanneer wij de dood krijgen, dat wij de maut in de muhabbat van Nabi en Ali Nabi de maut krijgen, inshallah tabarak ta'ala. Allah tabarak ta'ala zegt vermeld, huwa al-awwalu wa al-akhiru, en hij is de laatste. Hij is de laatste. En als je goed kijkt, zit in de ayat-e kareem dat Allah tabarak ta'ala eerst meldt, huwa al-awwal, hij is de eerste. En Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam is de laatste. Vorige profeten zijn gestuurd op aarde om de mensheid te begeleiden. Om de mensheid de boodschap van Allah tabarak ta'ala te geven. En de mensen hebben in de vorige boeken het een en ander veranderd. Allah tabarak ta'ala stuurt Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam als laatste leider der profeten, imam der profeten, zegel der profeten, met de titel van Khatimun Nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam. Met die titel stuurt Allah tabarak wa ta'ala Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam op aarde, beste mensen. Eén is Musa alayhi salam, die vraagt aan Allah tabarak wa ta'ala, o Allah, kan ik u aanschouwen? Allah tabarak zegt, lantarani, lantarani. Een is Habibullah, die zonder te vragen wordt geroepen in het hof van Allah tabarak, alle beste mensen. Hij is de laatste. Eén ding wil ik u vragen. 1400 zoveel jaren geleden is Rasool Akram sallallahu alayhi wa sallam in Rabbi al-Awwal Sharif in Makkatul Mukarrama geboren. En heeft in het duisternis noer gebracht. In duisternis is noer gekomen. Mensen leefden in duisternis. Rasool Akram sallallahu alayhi wa sallam wordt gestuurd
And Allah Ta'ala's fazl, Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam, haul the mansion at duisternis and bring the mansion naar noor, alhamdulillah. 1400 zoveel jaar geleden? Kijk de mu'jiza van Rasool Akram sallallahu alayhi wa sallam. Dat na 1400 zoveel jaren geleden, in Amsterdam, in Nederland, in Almere, in Masjid al-Raza, zijn er jongeren die de vlag van Rasool Akram sallallahu alaihi wasallam houden en wapperen tijdens dat er naad wordt gelezen van Rasool Akram sallallahu alaihi wasallam. Beste mensen, zijn boodschap, de Koran, de ayati karimas van de Koran, zijn de laatste ayati karimas die zijn geopenbaard. Tevenzo ook, beste mensen, de hadith van Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam. Zijn woorden, de matne hadith en de ishq van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zal blijven bestaan, inshallah tabarak ta'ala. Moet u nagaan wat voor grote wonder het is na zoveel jaren. Als ik u vraag, hebben wij Rasool Akram sallallahu alaihi wasallam horen spreken? Hebben wij Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam gezien? Als wij naar Madinatul Munawwara gaan, dan kijken we naar Gumbad-e-Khazra. En dan is Gumbad-e-Khazra al voor ons genoeg. Die vertelt dat Rasool Akram sallallahu alaihi wasallam daar is, beste mensen. We komen terug. We verwijderen onszelf met ons lichaam fysiek vanuit Madinatul Munawwara en zijn ergens anders aanwezig. Maar de liefde, de ishq, de Madina, de stad van liefde, alhamdulillah, is in de harten van de gelovigen, alhamdulillah. Wal awwalu, wal akhiru, wal zahiru. En Rasool Akram, sallallahu alayhi wa sallam, is zahir. Zahir. Allah tabaraka wa ta'ala heeft in de vorige boeken, wat Allah tabaraka heeft geopenbaard, heeft Allah tabaraka wa ta'ala geopenbaard dat Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gestuurd zal worden als laatste. Dat hij als leider der profeten, als zegel der profeten, als laatste op de aarde gestuurd zal worden. Beste mensen, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is zo zahir. De dunia, de aarde, de asman, de zon, de maan, de sterren, uit zichzelf Rasool Akram sallallahu alaihi wasallam herkennen. Beste mensen, toen Adam alayhi salam werd gemaakt, toen vroeg Adam alayhi salam Allah tabaraka wa ta'ala, o Allah, ik zie uw naam met een andere naam overal geschreven. Wat zegt Allah tabaraka wa ta'ala tegen Adam alayhi salam? Ya Adamu, laula Muhammadun lama khalaqtuka. O Adam, als ik Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam niet zou maken, dan zou ik, o Adam, jou ook niet maken. Beste mensen, Rasool Akram sallallahu alayhi wasallam is duidelijk. Dunia, alles wat op dunia is, alles wat in dunia is, alles wat in de hemelen is, alles herkent Rasool Akram sallallahu alaihi wasallam. Ik zal een stukje verder gaan, beste mensen. Deze stenen, als één persoon hier opstaat en tegen de muur begint te praten, vertelt u mij, zal de muur het antwoord geven? Nee. Nee, integendeel. Iemand anders dan een mobiele telefoonnummer nemen, vraag aan broeder, wat is het nummer van een psychiater? Hij praat tegen muur. Muren praten niet terug. Stenen praten niet. Abu Jahl komt bij Rasool Akram sallallahu alaihi wasallam en daagt Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam uit en zegt: O Muhammad ibn Abdullah, je zegt en beweert en je doet dawa dat je Rasool bent van Allah tabaraka wa ta'ala. Als je waarlijk Rasool van Allah tabaraka wa ta'ala bent, vertel wat in mijn vuist is. Vertel wat er in mijn vuist is. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam antwoordt: zal ik vertellen wat in jouw vuist is? Zal ik vertellen wat in jouw vuist is? Of zal datgene wat in jouw vuist is vertellen wie ik ben? En beste mensen, kankeries, kiezelstenen die niet kunnen praten, stenen herkennen Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en lezen: ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabar ta'ala khalif de profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is zahir wal batin. Hij is duidelijk in batin. Batin betekent verborgen. En wie zegt Rasool Akram sallallahu alaihi wasallam over zijn verborgenheid aan Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu? Die metgezel van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
die niet alleen metgezel werd van Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam toen hij iman bracht, maar daarvoor al. Die vriend die Mohammed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam de vriendschap had gesloten voordat hij iman had gebracht. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, beste mensen, die Abu Bakr Siddiq, dat toen Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam vanuit Makkah al-Mukarrama wegging, we kennen de waqia van Ghar Saur, en Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu zijn ishq en muhabbat vreesde voor de leven van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, aan wie Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zegt: O Abu Bakr, vrees niet, wiens bayan in Koran staat. Het O Abu Bakr, vrees niet, we zijn niet met z'n tweeën, Allah tabarak wa ta'ala is met ons. Die Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, dat wanneer Rasool Akram sallallahu alayhi wasallam van Miraj Sharif terugkomt en hij begint de mensen te vertellen wat hij op Miraj heeft meegemaakt, de mensen komen bij Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu vertellen: jouw aka, jouw maula, jouw leider, jouw profeet Habibullah sallallahu alayhi wasallam vertel dat hij op Miraj is gegaan. Wat zegt Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu? Al heeft hij niet gehoord van Rasool Akram sallallahu alayhi wasallam, al had hij Rasulullah sallallahu alayhi wasallam nog niet gesproken, hij zegt: als Muhammad Rasulullah dat heeft gezegd, dan is dat de waarheid. Dan is dat de waarheid. Die Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, die op dunya in zahri leven de muhabbat heeft geuit voor Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, die na zijn heen gaan ook de qurbat heeft gekregen van Rasul Akram sallallahu alayhi wasallam. Tegen die Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu zegt Rasool Akram sallallahu alayhi wasallam: ya Aba Bakr, wallazi ba'asani bil haq lam ya'rifni haqiqatan ghayra rabbi. O Abu Bakr, jullie hebben alles van mij gezien, maar ik zweer bij Allah tabarak wa ta'ala, die mij heeft gestuurd met haq, niemand en niemand weet wat mijn haqiqat is, niemand en niemand weet wat mijn werkelijkheid is, niemand en niemand weet wie de maqam van Mustafa sallallahu alaihi wasallam is, behalve mijn schepper, behalve Allah tabarak ta'ala. Beste mensen, maqame Mustafa kya hai? Muhammad ka khuda jane. Maqame Mustafa kya hai? Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka khuda jane. Beste mensen, mogen Allah tabarak ta'ala ons allen de tawfiq geven inshallah al-aziz om de liefde te uiten voor Rasool Akram sallallahu alaihi wasallam. En beshak, vandaag zijn we hier aanwezig, alhamdulillah. Onze aanwezigheid wordt hier genoteerd en in Madinatul Munawwara, in het hof van Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam gepresenteerd, alhamdulillah. Laten wij niet alleen zeggen dat wij aashik van Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam zijn, laten wij zijn biografie, zijn leven, zijn sirat tayyiba, zijn as-sunnat en ahadithen mubarakah van Rasool Akram sallallahu alaihi wasallam bestuderen, beste mensen. Mijn Masjid al-Raza ke mubarak badi pesh karta hoon. Aur Masjid al-Raza ke imam khatib ke mubarak badi pesh karta hoon. Aur jitne bhi maawineen unke mubarak badi pesh karta hoon. Ke aaj ke is daur mein, Holland ke sarzameen par, bihamdihi ta'ala, مدینتul منورہ سے یہ فیضان جاری ہے کہ بچے بچے کے ہاتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے جھنڈا ہے اور الحمدللہ نعت کی صورت میں الحمدللہ جھومتے ہیں لہرات الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنے والے نسلوں کو انہی کے عشق و محبت میں ڈوبنے کی اور فنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس محفل کو اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.